Dames en heren, welkom hier in de Brakke Grond en een ontzettend goede opkomst voor de expositie van Michael Aerts. Wij gaan aan jullie voorstellen en nog wat andere gasten. Middels een deun. Ga je hem voorstellen? Lied. Deun voor. Dat is echt. Zeg, we hebben jou geïntroduceerd met die deun. Hoe heet die ook weer? Please, please, me. Dat is trouwens ook de titel van de show. Dat is de titel van je show, qua brug. Waarom? Eigenlijk is het zo dat als we de titels voor shows bedenken, gaan we altijd razen bij gewoon de popmuziek. Dat heeft dus niks te maken met wat jij hier hebt laten zien. Nee, het is wel te maken met het feit dat ik mijn eerste grote tentoonstelling in Nederland breng. Dat ik toepassing voor wat jij wil. Please, alsjeblieft. Ja. Hey, heb je bij iedere show, doe je performance? Vanaf nu bij de meeste wel, ja. En deze? Dit was de eerste performance die ik ooit gedaan heb. Ja, want daar kennen we dat filmpje van. Dat is die hebben we het eerst gebracht in New York. En het element kans. Ik bedoel, de kunstenaars die zijn natuurlijk control freaks galore. Speak for myself. Maar je hebt de Björn, toch? Je hebt toch wat flinke jaren in zijn snoep verkocht bij de vorige in New York, toch? Wat? Met die performance. Je hebt hem verwond. Nee, dat is Vadim. Oh, Vadim. Kijk, alle gekheid op het stokje. Je hebt hier natuurlijk een fantastische show neergezet. Heel simpel houden, we gaan niet eindeloos doorpraten over dit of dit of dat. Je kan alles nalezen op het internet. Maar het grootste ding natuurlijk als je hier loopt, is de flight cases. Ja. Moet je toch even vertellen waarom? Je hebt verschillende linken met de inhoud van het web. Je hebt enerzijds het mobiel karakter van de wereld waarin we de dag van vandaag leven. Dus we nemen allemaal zeker 1 à 2 keer per maand het vliegtuig naar een andere plaats in de wereld. Dus we worden de hele tijd geconfronteerd met cultureel patrimonium dat we niet kennen, omdat monumenten en dergelijke die ontwikkeld zijn voor een bepaalde plaats ook ontwikkeld waren voor de omgeving die daar woont in het verleden. En vandaar de epitome van echt obelisk. Nee, obelisk was het eerste mobiel monument ooit, omdat het is een Egyptisch monument waar we de betekenis nog altijd niet volledig van af gehaald hebben. Ja. We hebben een aantal opties waarvan we denken die zouden het kunnen geweest zijn. En in het Romeinse Rijk zijn we ze beginnen te exporteren naar het toenmalige Romeinse Rijk, voornamelijk de hoofdstad Rome. In de Renaissance zijn we ze dan zelf beginnen maken. Nu is het gemeengoed geworden dat in elke stad wel ergens een obelisk staat, gedenkt naald. Dat is dus de eerste confrontatie eigenlijk met andere kunst uit andere landen die mensen krijgen. Dan voor de rest zien wij, we komen in Arabische landen, we komen in Azië, we komen in de States. En we hebben te maken met een heel hoog cultureel patrimonium, maar dat we de betekenis niet letterlijk van kennen. Dan ontstaat een soort diversificering eigenlijk van heel dat patrimonium. Ja. Dus we consumeren het letterlijk. En wat ik eigenlijk doe, en wat ik ook aangevind, is ik maak zelf de monumenten mobiel. Ja. En nou, wat gaan we nu doen met dat cultureel patrimonium in de toekomst? Ja. Welke betekenis gaan we eraan geven? Gaan we ermee door of niet? Daarover gaat het eigenlijk, over die mobiele wereld waarin we op het moment ons eigen allemaal bevinden. Fabulous. Ik wil eigenlijk jou iemand introduceren die met een soortgelijke beeldtaal werkt, maar totaal anders. Ga mij interesseren. Doe het. Piet Hein, zijn naam is Klein. Misschien naar de wc. Maak er een lange, maak er een maxi-single.
Klein, Piet Hein. Piet Hein, zijn naam is Klein. Zijn daden worden groot, zijn daden worden groot. Zo won hij de zilverbloot. Hij heeft gewonnen, hij heeft gewonnen, hij heeft gewonnen. De zilverbloot. Mensen, Arno Koenen. De zilvervloot. Waarom? Nou ja, het is sowieso wel avonie in het Vlaams cultureel propagandistisch centrum te beginnen. Als paard van Troje, ja, maar dan de zilvervloot. Hollands patriotistisch lied. Ja. Ja. Maar ik heb natuurlijk niet voor niets hebben dat jou gebruikt. Want het is, jij hebt het gebruikt in je eigen werk. Jazeker, in een video waar jou ook in voorkomt, overigens. Ach ja, kleine kerstkleur. Doe ik wel eens. Dat ging heel specifiek over Holland eigenlijk, hè? Je hebt daar een video gemaakt met allemaal jouw bekende animaties. Want je bent bekend van je animaties en daarnaast levensgrote, meer dan levensgrote mozaïeken die je maakt. En in die animatie, daar laat je eigenlijk gekscherend zien waar Holland groot mee geworden is. We zijn een grote wagenleverancier, Willem met het VOC-teken erop, ook heel gezellig. Willem Holleder. Ja. De vermenging van de criminele wereld en de bovenwereld. Jan-Peter Balkenende, die heeft het over de VOC-mentaliteit. Zo dan merk je het om die film te maken. De Hells Angels en de vermenging van al die dingen ook. De Hollandse identiteit eigenlijk. Ja. En ja, dat deuntje hebben we toen eigenlijk laten uitvoeren in een speciale DJ Tiësto-stijl. Ja. Dat u daarmee bekend zijn. Dat is ook een soort Nederlands exportproduct. Ja, maar ik had ook wel verwacht. Ik had ook wel verwacht, jongens, mensen, even die snoepen dicht. Straks mag je weer appen. Jullie maken eigenlijk beide gebruik, want jullie werken zo verschillend. Gebruik van massabeeldcultuur. Want wat natuurlijk behalve jouw obeliske valt natuurlijk jouw fetish taal op. En dat is toch een taal die bijna iedereen begrijpt en iedereen gewoon stiekem sensationeel eigenlijk ook leuk vindt. Want het is gewoon een soort guilty pleasure om dat te zien. En dat is natuurlijk bij jou ook zo. Maar wat ik daar zelf heel fijn aan vind, is dat het is gekscheren, maar er zit venijn in. Het is niet alleen maar lachen, want ik vind de kunst om te lachen, als je klaar bent met lachen, wat is er dan al? Weet je, dan gaan we vragen aan onze volgende gast.